Goedenavond allemaal. Wat ontzettend fijn en gezellig om jullie hier vanavond in met zoveel te zien. En toen Toon mij voor vanavond... Waar ben je, Toon? Daar ben je rode pak. Mooi. Toen Toon mij uitnodigde, wil je op onze bijeenkomst spreken, heb ik natuurlijk nagedacht over wat gaat dit jaar brengen. Wat gaat 2023 karakteriseren? En in analogie met het Chinese nieuwjaar dat over een paar dagen begint, had ik kunnen zeggen dat dit het jaar van het kuiken wordt. Maar dat is A, een beetje flauw en B, misschien wat hoogmoedig. Maar waar ik geen enkele schroom over heb, geen enkele schroom, is te stellen dat 2023 het jaar van de linkse doorbraak wordt. En jullie Amsterdammers roepen natuurlijk, ja, maar voor ons was 2022 al een doorbraak voor het linkse succes met Marjolein. En het is ook zo. Maar niet alleen in Amsterdam won links aan kracht. Ook landelijk zijn alle cynische stemmen over linkse samenwerking zo langzamerhand verstomd. In de kabinetsformatie hebben Partij van de Arbeid en GroenLinks laten zien dat we het samen doen. In de oppositie, omdat we samen sterker staan en dat we in de formatie ons niet uit elkaar hebben laten spelen. En dat heeft uitbetaald. Dankzij onze samenwerking kwam er een prijsplafond. Dankzij onze samenwerking gaat de energierekening voor iedereen omlaag. Dankzij onze vasthoudendheid kwam er een huurverlaging op tochtige woningen. En dankzij onze eensgezindheid komt er extra geld voor kinderopvang. Dat smaakt naar meer. Want de uitdagingen waar Nederland voor staat vragen om sociale en groene antwoorden. Nederland is toe aan een andere koers, waarmee we bouwen aan bestaanszekerheid, klimaatrechtvaardigheid en een sterk verbonden samenleving. En daarom wordt 2023 het jaar van de linkse doorbraak. En daarvoor hoeven we nog niet eens zo ver te kijken, want in maart gaan we naar de stembus. De waterschappen, de provinciale staten en niet geheel onbelangrijk, tijdens diezelfde staten kiezen we straks een nieuwe Eerste Kamer. En daar staat iets heel bijzonders te gebeuren. Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan als een uniek moment in de geschiedenis één fractie vormen. Eén blok met één doel, een sociale toekomst voor iedereen. En ik ben ervan overtuigd dat we met dit linkse blok iets bijzonders gaan doen. Dat we samen bij deze verkiezingen de grootste gaan worden. En dat we daarmee een eerste stap zetten om een ruk naar links te maken. En dat is nodig, want rechts houdt vast aan een politiek die heeft afgedaan. Aan een Nederland zien als een BV met een winst- en verliesrekening. Ze houden vast aan lage belastingen en de vermogenden en de vervuilers betalen nog steeds het minst. En vergeet niet, de VVD loopt al warm voor bezuinigingen. En als dat gebeurt, dreigt een kaalslag in de zorg, in het onderwijs en het openbaar vervoer. En dan gaat het erom spannen. Want wij weten dat VVD en CDA liever samenwerken met nog rechtsere partijen dan samenwerken met een links blok. En dat kunnen we voorkomen door links zo sterk te maken dat niemand eromheen kan. En als dat lukt, is het wat mij betreft heel simpel. Dan mag Rutte 4 kiezen. Het is links of om, of ga weg en ga naar huis. Dat is de keuze waar zij voor staan.
En laat ik 4 punten noemen waar wij het verschil kunnen maken. Het wordt weer normaal dat je rond kan komen van werk. Ik wil een loongolf, een hoger minimumloon en een hogere last op vermogen en winst. Twee, duurzaamheid was lang een feestje voor de vermogenden. Maar dat is al lang niet meer zo. Laten we zorgen dat de mensen met een bescheiden portemonnee ook mee kunnen komen. Door een groot isolatieoffensief met een lagere energierekening en een huurverlaging voor tochtige woningen. Zodat energie betaalbaar blijft. Laten we de rekening neerleggen waar die hoort. Bij de verhuurders en de grote vervuilers. Daarmee komt klimaatrechtvaardigheid. En drie, we laten de kurk waarop onze samenleving drijft niet verzuipen. Wij kiezen voor investeringen en weigeren bezuinigingen. Want als we dat niet doen, dan wordt de druk op alles wat kwetsbaar is alleen maar groter. Dan gaan buslijnen verdwijnen en streekziekenhuizen sluiten. En dat willen we niet. Vier, de Partij van de Arbeid zullen de democratie ten alle tijde verdedigen. Wij staan pal voor gelijkwaardigheid van iedereen en we solderen niets met grondrechten. Wij zullen altijd opstaan tegen extreemrechtse krachten binnen en buiten het parlement. En laat ik duidelijk zijn, Partij van de Arbeid en GroenLinks staan nu de handen ineen om Nederland socialer te maken, maar dat doen we ook in de toekomst. Zodat we een koers kiezen waarmee rechtsextremisme krachtig wordt bestreden. En waar een agenda van eerlijk delen en een groene toekomst centraal staan. Want het is nodig om extremisme en complotpopulisme te bestrijden. In een bodem van groeiende ongelijkheid en bestaanszekerheid kunnen extremisme en wantrouwen woekeren. En dat moet je voorkomen. Het is daarom goed en belangrijk dat redelijke krachten opstaan en zich uitspreken. Maar die woorden krijgen alleen meer kracht als de politiek ook zijn sociale gezicht laat zien. We zullen een sociale beleid moeten voeren waarmee we de ongelijkheid bestrijden en bestaanszekerheid vergroten. Want zo voorkomen we dat verder voortwoekert, dat het aanwakkert. En wat mij betreft blijft het hier niet mee. De grootste woorden in het Senaat is een eerste stap. En zeker niet de laatste stap. Samen kunnen we een sociale beweging maken die de koers van Nederland gaat verleggen. Nu in de Eerste Kamer, maar ik kijk graag ook iets vooruit. Ik ben ervan overtuigd dat we ook straks in de Tweede Kamer de grootste kunnen worden. En in die overtuiging. Het is daarom wel een noodzakelijke voorwaarde dat linkse partijen zich gaan verbinden. Dat ze elkaar versterken en elkaar verstevigen en niet gaan loslaten. Blijven bundelen. Maar eerst, sociale vrienden, en ik ben bijna bij het einde. Eerst die komende verkiezingen. Minder dan 2 maanden. En ik roep iedereen op. Doe mee. Zorg ervoor dat links de grootste kan worden. Doe mee met de campagne. Vraag je buren, je vrienden, je familie. Doe mee, ga de straat op. Want alleen gezamenlijk kunnen we de boel fixen. Dus sluit je aan. En vertel dat het kan. Links als grootste uit de bus. En dat we 15 maart Nederland socialer gaat maken. Want zo wil ik daarom heffen op onze gezondheid. Op een mooie toekomst. Op een linkse doorbraak en proost, mensen! Woo!